Bobbert van der Linden, de woordvoerder van Suzuki in Nederland, die laat hier iets moois zien in Genève, de nieuwe SX4. Maar Bobbert, er is ook nog een oude SX4. Ik vind dat een tikje verwarrend. Dat klopt, dat is ook verwarrend. Op de eerste plaats omdat die auto's niets met elkaar te maken hebben. Ze delen alleen de naam. De nieuwe SX4 is 20 centimeter langer. Hij heeft bijvoorbeeld ook een 10 centimeter langere wielbasis. Dus het geeft wel aan dat het twee heel verschillende auto's zijn. Alleen ze delen de naam. Maar die verwarring die heffen we op het moment dat de nieuwe geïntroduceerd wordt. Want dan stoppen we namelijk met de oude. In sommige landen blijven ze de oude SX4 nog voeren, maar jullie doen dat niet? Ja, klopt. Er zijn een aantal landen, ik geloof rond de 20, die ze naast elkaar blijven voeren. Maar wij kiezen ervoor om de nieuwe de oude te laten aflossen. Motorisch is er ook het een en ander verbeterd. Wat kun je daarvan zeggen? Ja, er zijn twee motoren leverbaar. Een 1.6 benzine van 120 pk en die stoot 125 gram CO2 uit. En er is ook een diesel, die is ook 120 pk, maar heeft natuurlijk een veel gunstiger koppel met 320 Nm. En die stoot 110 gram CO2 uit. En daarmee is die tot 2015 valt die in de 20% bijtellingscategorie. Nou, dat klinkt goed allemaal, Bobbert. De goede grap is ook nog dat jullie al een prijs weten en die is ontzettend scherp. Ja, we gaan de prijs ruim onder de 20.000 euro houden. Dus we hebben het niet over 1999, maar echt over ruim onder de 20.000. En dat is denk ik een hele scherpe aanbieding. Ja, terwijl de oude SX4 ook een prijs had net onder de 20. Dus je krijgt eigenlijk veel meer auto voor hetzelfde bedrag. Dat klopt, dat klopt. Je gaat echt, we gaan echt veel meer bieden dan het huidige model. En wanneer staat hij bij de dealers? De productie begint in augustus en vanaf september staat hij bij de dealers. We kunnen eigenlijk niet wachten, Bobbert. Dankjewel. Graag gedaan.